Ik zit even naar jou te kijken, Tanja. Tanja Hilgers. Er zijn wat groentes en gerechten over tafel gegaan. Ja. Zitten daar al geneeskrachtige groentes tussen? Waarvan je zegt, die zijn heel specifiek heel goed daarvoor. Nou ja, ik heb jou al gehoord over wildplukken. En dat is ook een van mijn stokpaardjes. Hè? Ik ben zowel kruidenvrouw als ook wildplukgids. Ja. En dan heb jij jezelf voorgesteld, had ik natuurlijk moeten doen. De wildplukvrouw of het wildplukvrouwtje? Liever niet vrouwtje, dat klinkt niet goed, hè? Ik noem mezelf liever kruidenvakvrouw. Ja, kruidenvakvrouw. En het is ook heel belangrijk. Ik vind het niet fijn als we dat verkleinen. Het is een hele belangrijke kennis die gelukkig weer terugkomt. Er is heel veel interesse voor wildplukken en ook voor kruiden. En dat is heel fijn. Ik doe dit nu 12 jaar. Geef ik kruidenwandelingen en wildplukcursussen en wandelingen, workshops. En het interesse is stijgend. Dus dat is heel fijn. Dat merk je, dat er meer mensen... Ja, er is veel meer interesse. Ik heb ook veel meer collega's. We hebben inmiddels een gilde opgericht met alle wildplukkers. Ja. Daar kan je kijken in je eigen omgeving. Want het is altijd fijn om met iemand mee het veld in te gaan. Dat je ook weet wat je plukt. En hoe je plukt en waar je mag plukken. En al die regels kent. En die weten we met z'n allen. Die hebben we afgesproken. Ja. Dus om dat goed te doen, hebben we een gilde opgericht. En kan je overal in je eigen gebied kan je dat doen. Dus en hoe kunnen mensen dat vinden? Of hoe werkt dat? Je zegt om regels uit te wisselen en kennis over wat wel mag, wat niet. Ja, die staan op de website van het Wildplukkersgilde. En wat is die website? Wildplukkersgilde.nl. Wildplukkersgilde.nl, ja. Dat is wel makkelijk. Maar je vroeg over de raakvlakken, hè? Ja. Want jij had het over wilde soep die je maakt met kinderen. Nou, dat heb ik in mijn wildplukworkshops ook al gedaan. Met kinderen soep maken en dan het liefst die groene heksensoep. Ja. En wat daar natuurlijk in moet, is de brandnetel. Hè? Brandnetel. En wat ik hier bij me heb, dat noem ik... Dat brandt, maar dat is ook gezond tegen reuma en zo. Absoluut. Dat is preventief tegen reuma. Okay. Dus ik pak dat bewust aan. En zoals je hier ziet, ik ben ook illustrator. Dus mijn handen die moeten goed levend blijven. Ja. En het is ook nog zo dat als je een keer hebt geprikt aan de brandnetel, dan ben je helemaal aan het hier nu. Hè? Dat is mindfulness. Ja. Hele goedkope mindfulness. Ja. Dus ja, even prikken, dat vind jij ook leuk, denk ik, hè, dat soort dingen. Ja. Maar het grappige, ik heb dus wel eens brandnetelsoep gemaakt. Maar dan heb ik dus mezelf een beetje een techniek aangeleerd hoe ik het kan plukken om er niet geprikt te worden. Maar jij laat je expres prikken. Ik laat me expres prikken en je went er ook aan. Maar goed, je hebt dan een beetje prik en ik heb hier ook altijd iets bij me. Wat je dan kunt gebruiken tegen de prik van de brandnetel, dat is dan... De smalle weegpree. Ja. En als je die, ik heb hier al een beetje een slappe, die neem ik dan. Als je die kneust en dat het sapje uithaalt, dan dat is ook leuk voor die kinderen, vertel je vast ook. Hè? En dat op de prik wrijft, dan is die weg. Ja. Dus dat is heel verzacht. Toen ik weer de fietsen ben ik een keer in de brandnetels gevallen. Dat is niet leuk, hè? Nee. Daar had je wel heel veel hiervan nodig gehad. Ja. Ik was ook helemaal in het nu op dat moment. Ja, heel... Ja. Vergeet je ook niet meer. Nee. Nou, de monniken vroeger deden dat, hè, tegen reumatiek. Okay. Ja, tegen reuma gingen ze rollen in de brandnetel. Dus dat vinden we tegenwoordig te heftig. Ja. Maar dat zou je kunnen doen. Hè, als waar vind ik die smalle weegbree? In de berm. Dit naast heb de brandnetel? Toevallig. Allemaal uit de berm. Naast de brandnetel, ja. Ja. Ja, en anders vind je de hondstraf. En die helpt ook. Die helpt ook tegen de prik. Ja, die helpt ook tegen prik. En die brandnetel, die geeft een... kijk, ze zijn nu al een beetje aan het afnemen. Deze is nog wel lekker groen, die kan je nog wel plukken. Wanneer heb je die geplukt? Ik heb hem 2 uur geleden geplukt. Okay. Op een schone plek uiteraard, waar geen honden, geen auto's, geen kunstmest, geen gif belangrijk. Komt. Hè? Dus het was de rand van een moestuin, een permacultuurmoestuin. Daar wordt helemaal niks gebruikt. Dus dat is een veilige plek om te plukken. Mm-hmm. Dus die is twee uur oud en... Ja, die heb ik nu in water gezet, maar wilde planten houden niet van in een vaas gezet worden. Nee. Dus die maken snel slap. Die wil je het eigenlijk ook het liefst zo snel mogelijk eten. En prikt die? Ik vind het wel aardig gedurfd. Nou, ik loop heel veel tussen de brandnetels door en dat maakt mij ook niet zoveel uit. Maar ik voel... En anders kan je dit gebruiken. Ja, hè? Nu voel ik het wel trouwens. En hiermee ga ik het weer... En je hebt nog een andere wilde plant, die heb ik nu niet bij me. Dat is het spring reuzenbalsemien.
Hij heeft zo'n mooie roze bloem. Ja. Oh, ja. Is een neofiet, komt van ver weg. Hè? Is een neofiet, neofiet is een plant van het een buitenlandse plant. Ja. En die doet het hier heel goed. Die kan heel goed tegen droogte. Is dat die exoot? Overal. Een exoot. Ja. 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 En die staat overal, bloeit, wordt heel groot. Ja. Heeft hele mooie roze bloemen. Ja. Ziet er een beetje exotisch ook uit. Ruikt ook heel exotisch. Ja. En die bladeren daarvan, hè, heet niet voor niks balsamien, zijn nog verzachtender eigenlijk balsamien. Voor je huid. Daarom balsamien. Ja. Dus dan heeft die ook wel weer iets goeds te brengen. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja, hij is niet alleen maar naar voor woekerend. Vaak brengen ze ook nog iets fijns mee. Ja, ja. Maar die zaden zijn nogal springkrachtig. Ja. Dus die breidt zich heel erg heel uit. Ja, misschien ook bij jou in de berm. Kan nee, bij ons helemaal nog niet. Ja, niet. We hebben die mini springbalsemin, die kleintjes, geel. Die gele is inheems. Ja. Die breidt zich wel heel erg voor. Uit. Dat is fijn, toch? Ja, ja. Ja, Tanja, want dat is misschien wel een mooi bruggetje. We hadden het van tevoren even over, hoe noemde je het ook alweer? Wilde woekeraars, ja, precies. Daar heb je echt een missie, hè? Een passie voor. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja, toen ik kruidengeneeskunde heb gestudeerd, vond ik zelf alle inheemse planten sowieso altijd al heel interessant. Want die horen bij ons. Daar hebben wij een soort traditie mee. En ik ben daar ook altijd van uitgegaan dat wat bij ons in de omgeving groeit, ons ook weer geneest. Ja. En dat het niet van ver weg hoeft te komen. Dat er altijd al wel iets precies. In de buurt is waar je jezelf mee kunt genezen. Of wat je als voeding kunt gebruiken. En vaak zijn dat juist die wilde woekeraars. Hè? De brandnetel is een wilde woekeraar. Ik heb hem niet bij me, maar de heermoes is bijvoorbeeld ook een wilde woekeraar. Ja. Hier de guldenroute is een woekeraar. De bijvoet is een woekeraar. En die zijn vaak toch ook heel geneeskrachtig of lekker. Van brandnetel kan je een fantastische soep maken. Mm-hmm. Mijn moeder gebruikte het al in de soep. Reuma. Voor reuma. En ja. als een plant heel erg woekert. Ik heb er nog eentje bij me trouwens die ik heel leuk vind. De pissebed. Heb ik hier nog de... Nee, die is verloren gegaan. Ik had nog blaadjes van de braam bij me. Ook zo'n woekeraar. Die heb je wel door hem zitten. Ja, daar is die. En dat zijn wilde woekeraars in de zin van dat ze eigenlijk overal altijd voorkomen. Ja, je legt een takje op de grond en hij schiet wortel. En ze zijn heel stekelig. Ja. Ja. En dat sterke, stekelige, dat geven ze dan ook weer aan jou. Dit zijn planten die heel goed zijn voor je weerstand. Ja, Dat woekerende van die braam, dat kan je tot je nemen door er thee van te maken bijvoorbeeld. Ja. Van die bladeren? Ja, van die bladeren kan je een hele fijne thee maken. En ik noem hem dan de campingthee. Hij groeit op de camping en je krijgt daar soms keelpijn. En hij is goed tegen keelpijn. Ja, klopt. Op de camping krijg je keelpijn, maar ja, niet toch, als je buiten zit. Als je buiten zit, s'avonds te lang. En als je dan thee drinkt van braamblad, dan helpt dat om tegen die keelpijn. Het is goed voor het keelgebied. Dat is de combinatie van wild plukken en geneeskrachtige effecten daarop. Ja. Ik pluk gewoon die vijf blaadjes die en het is trouwens zitten. Ook heel lekker, dit. Om het gewoon om... Nee, je eet die braambladeren niet op. Je zet daar thee van. Ja, precies. Ja, thee is ook lekker. En dat is lekker. Dat is lekker, ja. En ik pluk gewoon die vijf blaadjes die daar bovenaan zitten. Dit is en prima. Die gooi ik in mijn voor een halve liter thee of zo is dit wel goed. In plaats van mint. En dat is niet, dat smaakt een beetje als zwarte thee met een fruitig smaak. Oh, ja. Maar als ik uit het setje Pickwick de bramenthee pluk, dan heb ik de indruk dat ik thee met suiker... Ja, dat is heel anders natuurlijk. Ja, daar zit geen braam in. En hier zitten geen smaakstoffen natuurlijk in. Nee. Maar die bramenthee is misschien met bramen, met de vruchten. Oh, ja, en ik gebruik juist het blad. En dat is vind ik weer leuk, want deze zijn heel lang beschikbaar door het jaar heen. Ja. Ik vind het heel leuk om mensen dingen te laten zien die ze vaak lang overal tegenkomen. Ja. Hè? Niet iets heel bijzonders. De daslook is heel lekker, maar die komt maar een maand voor. Heel, ja, precies. En ook niet overal. En dan mag je daar weer niet plukken. En de brandnetel, dat vindt niemand erg. Dat mag je zelfs in botanische tuin komen plukken. Hè? Dat vinden ze ook niet erg. Ja. Bij jou misschien ook, toch? Ze zijn goed voor vlinders om zich te vermeerderen en te overleven. Ja.
Maar het is ook wel grappig, want eigenlijk is het wat je nu omschrijft met thee. Ja. Ik denk dat wij heel vaak als we over thee denken, denken we moeten een theezakje hebben om thee te maken. Dat klopt, ja. Terwijl, maar dat hoeft dus niet. Nou, nu kan je tegenwoordig in restaurants ook gemberthee en verse muntthee bestellen. Maar dat komt van ver weg. En heeft heel veel kilometers afgelegd. Heeft ja. Ja, best wel een slechte invloed, effect ja. op het milieu. En als je zelf voor je eigen deur braamblad kunt plukken en daar thee van kunt zetten, is dat... Ja. Ja, er is ook een wilde muntsoort, hè? Bij de Schipbeek in Diepenheim waar ik woon. Daar pluk ik gewoon munt uit de beek. Ja. De watermunt. De watermunt, ja. Dat is gewoon een inheemse muntsoort. Die smaakt heel goed. Ja, die is heel toch heel geurig... Heel lekker. Ja. Ik vind hem zelf nog lekkerder dan... Dus die kun je ook in de thee doen? Heerlijk. Ja. Ik heb er ook een liqueur van gemaakt. Dan maak je het houdbaar, hè? Dat ja. is een manier om het houdbaar maar te maken. Maar sinds kort laat ik het zevenblad nu in mijn tuin staan. Vroeger haalde ik het weg. Maar nu gebruik ik het voor dat pesto, voor alles. En het zevenblad is dus heel makkelijk herkenbaar. Ja. Omdat het zeven bladeren heeft. Hè? Ja, ik ben al aan het tellen. Ja, ben je aan het tellen? Ja. En dat is ook zo'n wilde woekeraar die mensen veel in de tuin hebben en eigenlijk niet willen. Die onkruid, ze noemen dit onkruid en willen het niet. Het zijn woekeraars. Ja, waar klopt. Is de zevenblad dan bijvoorbeeld goed voor? Nou, zevenblad is dus inderdaad heel pesto, lekker in pesto. Ik maak er ook een gazpacho van. Dus een koude soep met verse tomaten uit onze kas en komkommers. En dan doe ik er in plaats van peterselie, doe ik er zevenblad in. Want het smaakt een beetje tussen peterselie en selderie in. Ja. Ik gebruik zelf wel jongere bladeren dan dit. Ja. Maar dit vond ik een mooi voorbeeld, heb ik hier uit een voortuin geplukt. omdat je het goed herkent. Ja. Die kleine, hele groene uitlopers zijn het lekkerst. Ja. Ja. Dus je loopt hier in de buurt, je hebt je auto ergens geparkeerd en je loopt hier naartoe en je denkt ik wil nog eventjes voor aan tafel een paar voorbeeldjes. Ik dacht, ik heb helemaal nog geen zevenblad en ik kwam het tegen in een voortuin. Ja. Want het is een wilde woekeraar. Ja. Ja. Maar ik kwam geen kleine mooie tegen zoals ik hem het liefst eet. Ja. Want dan gaat hij net open, is heel fris. Dan is het maar alle blaadjes, hè? Die je eten moet jong. Ja, we eten ook babyleaf sla, kopen we. Hè? Dit is al een beetje bitter aan het worden. Maar het werd dus vroeger ook jichtkruid genoemd, dus het ontzuurt het lichaam. Ja. Okay. Dan maar is als het ook weer fijn om te veel zuur komt door suiker en te veel vleesconsumptie verzuurt ons lichaam. Mm-hmm. En ook citrusvruchten, grappig genoeg. Juist de zoete dingen verzuren. En als je daar te veel van hebt, gaat het in je gewrichten zitten en krijg je jicht of reuma. En daar kan het, als je op een goede manier eet, kan dat dus helpen dat je dat allemaal niet krijgt. Ja. Dat is natuurlijk het allerbeste. Je wilt op een manier eten dat je die dingen allemaal niet krijgt. Hè? Maar dan, het is te genezen is veel meer werk en veel ingewikkelder. Je moet veel hogere doses nemen. Als je gewoon gevarieerd eet en drinkt, dan kan je je lichaam gezond houden en proberen te voorkomen dat je ziek wordt. Dat is eigenlijk wat je met kruiden en ook met wildplukken probeert. Maar jouw manier van gevarieerd eten bestaat eruit dat ik dus moet weten wat ik langs de kant van de weg kan eten en dat het helemaal niet zo interessant is wat er in mijn tuin staat. Hoezo wat er in je tuin staat? Nou, de worteltjes, ja precies. De worteltjes en de boontjes en de spinazie. Die zijn ook wel gezond vanwege de vitamintjes die erin zitten. Maar voor de geneeskrachtige kant van de zaak moet ik eigenlijk kunnen wild plukken. Nee, dat hoeft niet. Want die groenten, als jij ze heel vers uit je eigen tuin haalt, zijn ze natuurlijk ook al heel gezond. Hè? Ja. Des te verser je ze plukt, des te gezonder ze zijn. En des te minder je ze vertroetelt eigenlijk ook. Dat ze zelf mineralen en stoffen uit de grond moeten halen. Ja. Des te minder je ze ook moet bemesten eigenlijk. Ja. Des te voedzamer zijn ze. Ja. En deze hebben niks gekregen. Ja. Die zijn niet vertroeteld. Hè? Die hebben het helemaal zelf gedaan. Die hebben alles zelf gedaan. En zijn zelf sterke jongens geworden. Maar wat betekent dat voor mijn groentetuintje dan? Voor je groentetuin betekent dat je gewoon bij je wortel die je oogst, doe je een beetje zevenblad. Ja. Maar ik moet de worteltjes dus ook niet op een rijtje zetten. Dat mag absoluut. Wel. Maar je mag ook wel een beetje dingen ertussen laten staan. Maar ik zit me een beetje te denken dat... Dat is makkelijk. Dan vind je ze terug en dan kan je ze makkelijk oosten. Ja. Je moet het ook niet moeilijker maken dan nodig. Hè? Misschien is het meer op een andere manier aankijken tegen de dingen die we normaal gewoon weg zouden schoffelen. Ja, want bijvoorbeeld dat hondstraf, dat blijft heel laag. Hè? En is eigenlijk een prima bodembedekker.
Ja. Dat draaft zo'n beetje door je tuin, maar dat wordt niet hoger dan dit. Klopt. Dat kan je dan ook weer erbij doen. Waarom hondendraf? Je zegt dat draaft door de tuin. Ik vind het altijd leuk om in beelden te spreken, dat houden mensen dat. Ja, maar dat heb je door. Wil je het ruiken? Ken jij het ook? Ik ken het, ik heb het in de tuin. Ja. Want dit is bijvoorbeeld ook lekker in de gazpacho doe ik dat, of in de pesto. Want het heeft een sterke geur. Nou ja, dan maak je de eerste olie vrij. Maar je maakt niet een soep van alleen hondsdraf. Dus het is fijn als je een courgette hebt of wortels of andere dingen in de tuin die je als basis kunt gebruiken. Want alleen wild plukken, je bent hier ook wel even een uur mee bezig om alleen maar brandnetels te plukken. Ja. Voor een soep, hè? Voor twee personen. Ja. Ruikt dus een beetje naar brandnetel. Ja, vind je alles naar brandnetel ruiken? Geintje. Maar het is de combinatie. Als je de biologische eten gebruikt of uit je eigen tuin en je vult het aan met hele vitale planten die in het wild voorkomen of kruiden die het lekker maken, want het maakt natuurlijk ook lekkerder. Ja, het heeft een lekkere smaak. Ja. Ja, absoluut. Dan ben je gevarieerd bezig. We hebben vroeger ook veel meer variatie gegeten dan nu. Volgens mij aten wij vroeger 1000, 2000 planten en nu nog maar, wat is het, 20? Alleen nog maar tomaat en courgette en is het? Ja. En dat is een beetje ook het hiermee, dat je gevarieerder blijft eten. Hè? Dat je gewoon meer. En maar was natuurlijk ook nog een leuke. Dat is waarschijnlijk ook de onbekendheid. Ja. Hoe meer je ervan weet, hoe verder af je ermee gaat. Dat is ook de reden waarom ik die wildplukwandelingen doe. Ja. En het probeer om het mensen ook enthousiast te maken over een, dit. Een Paul, neem jij die bijvoet, kun je die ook eten? De bijvoet die jij er nu hebt. De bijvoet kan je opkouwen. Hij is niet lekker om hem zo te eten. Wijs hem nog even aan voor de camera. Dat is de bijvoet. Hij is voor jou als boer wel heel interessant, omdat hij de fruitstruiken schimmelvrij houdt. Ah ja, dat wist ik niet. En hoe doe je dat dan? Die laai je er maar die staan er gewoon, die moeten dan er gewoon naast blijven staan. Ja. Dit is de bijvoet. Ja. Hij is vrij groot. En de onderkant van de bladeren is zilverkleurig. Daar herken je hem heel goed aan. En hij heeft een beetje een kamferachtige geur. Ja. Maar bijvoet gebruik je meer als kruid. Of als thee kan je hem zetten. En als je te veel hebt gewandeld bij het wildplukken, dan kan je er een voetbad van maken. Of je doet een blad van tevoren bij je voet. Hè, om die voeten fris te houden. Oh, ja. Daarom heet die bijvoet. In de sok? In de sok. Ja. Of in de schoen, kan dat ook. Okay. Ja, dus, en van deze plant kun je ook wierook maken, toch? Dat klopt, ja. Je kunt er ook wierook van maken. En het is een plant die al heel lang meegaat met ons. Hè? De Neandertalers gebruikten hem ook al. Die zijn al de pollen van bijvoet is al in de grootte van de Neandertalers gevonden. Zo. Dus die is al heel lang bij ons, net als duizendplat. Dit zijn planten waar wij een lange geschiedenis mee hebben. En het is fijn dat we die niet helemaal vergeten. En ons af en toe weer realiseren dat we ook schatten in de berm hebben. Ja, ja. En die waren vroeger nodig waarschijnlijk. Die waren vroeger nodig. En daar hebben ze ook thee van gezet. Hè? Ja. De bijvoet is een soort alheel kruid. Die werd voor van alles en nog wat qua geneeskracht gebruikt. Is ook goed bijvoorbeeld voor de vetvertering. Dus als je varkensvlees combineert met een kopje bijvoetthee, wordt dat vet uit het varkensvlees makkelijker verteerd door je lichaam. Dat is wel heel makkelijk, toch? Een beetje dat is een mooie meer bruggetje. En als je hem dan hebt staan tussen je fruitstruiken, hebben die weer minder last van plagen. Ja. En je mag van schimmels, zei je. Van schimmels, en van, vooral van schimmels. Ja. En naast worteltjes doe je een paar Afrikaantjes planten, dan heb je geen wormpjes meer. Want? Die worm die wil naar die wortel eten. Maar door de Afrikaan zegt hij van... Vind ik niet lekker. Vind ik niet lekker. Ja. Moet je wezen. Andere kant op. Ja, Paul, neem jij dit soort kennis en informatie ook mee naar die de neem ik. Alles wat nieuw is voor mij, dat sla ik op hoor, om hard te schrijven. Nee, maar sowieso met de leerlingen heb je het ook over wilde planten. Ja, ik gebruik heel veel verse tuinkruiden. Zelf om minder zout te gebruiken op de eerste plaats en om meer smaak te creëren. Mm-hmm. Ja? Dus een courgette is vrij eenvoudig qua smaak. En als je daar een tomaat bij doet in een stoofschotel, dan doe ik daar een laurierblad in of tijm of oregano. Maar of die heb ik allemaal vers in de tuin. Ja, de bijvoet smaakt dan niet zo lekker. Nee, maar bijvoorbeeld knopkruid weer wel. Dat Franse knopkruid, wat laat als onkruid, bijkruid opkomt, dat smaakt ook lekker. In plaats van zout. Met die gele bloemen. Ja, met die witte bloemen.
Die hele kleine witte bloemetjes met zo'n geel hart. Ja, ja, ja. Die, ja. Ja. Daar smaken die bladeren prima als. Ik zag ook een meishoentje liggen of een, zo'n bloemetje. Die zag een madeliefje? Madeliefje. Ja. Wat doe je daarmee? Die zet jij toch ook op je groene soepjes? Voor de kinderen? Nou, nee, ik had andere. Ik had onbespoten violen. Oh ja, ja, maar die madeliefjes zijn nog leuker. Ah, ja. Als je een madeliefje namelijk vandaar mijn vraag. Op de brandnetelsoep legt, dan gaat die, dan is die meestal is die dan dicht en dan gaat die open als een danseresje. Nou, en dan vinden die kinderen die brandnetelsoep fantastisch. Oké, okay. Nee, maar zulke dingen sla ik op. Het is ook lekker. Ja. Het is ook lekker om te eten en ook weer bloedreinigend. Hè? Dus ja. Zo is het, gaat het heel breed. Ah, ja. Ja, dus hij gaat niet alleen open, we kunnen hem ook eten dan. Ja, je kan hem ook eten. Alles wat ik hier bij me heb, behalve die kastanjes, die zijn niet eetbaar. Wilde kastanjes, nee. Ja. De tamme wel, paar. Maar de wilde niet. Nee, die tamme heb ik ook al een paar gezien, maar die zijn ook heel bloedreinigend. Maar die liggen er nu natuurlijk, dus het is van het seizoen. Maar de liefjes zijn fantastisch om te wildplukken. Ik heb hier ook zo'n kaart gemaakt met bloemensla, hè? Met allerlei eetbare bloemen. Laat die even op deze camera zien, dat die... Ja, want dat is ook nog leuk. Je hebt ook allerlei kaarten gemaakt waar plaatjes en recepten ook op staan, hè? Ja, precies. Wat je met wilde planten kunt doen. Wat ik had gemerkt na mijn wildplukwandeling is dat mensen het fijn vinden om met een soort inspiratie naar huis te gaan. Ik probeer het allemaal zo beeldend mogelijk te vertellen, maar je kunt niet alles onthouden. Dus ik was begonnen met een receptenkaart die ik had gemaakt voor wilde pesto. Want dat is een heel makkelijk recept. Daar kan eigenlijk altijd van alles in. Daar kan... het blad van de paardenbloem in, daar kan een jong blad van duizendblad kan erin, brandnetel kan erin, die hondstraf die kan erin, dus heel veel wat je in de berm kunt vinden kan in pesto. Mm-hmm. En dat is een hele toegankelijke manier. Je eet er ook niet te veel gelijk van, want dat is ook nog zoiets. Je moet met wildpluk niet gelijk met bergen vol beginnen. Nee. Even kijken van verdraag ik dat eigenlijk wel. Dus daar was ik mee begonnen met de pesto. En daarna kwam een recept voor wilde soep. Hè, waar welke planten allemaal in soep kunnen. En dan had ik een recept gemaakt met wilde bloemensla. Omdat, bloemen eten is natuurlijk fantastisch. Superleuk. Ja. En er zijn dus ook een heleboel bloemen in het wild te vinden die je kunt eten. Ja. En dat kan je natuurlijk combineren. En dan is het handig als je dan ook illustrator bent. Want die tekeningen maak ik dan ook allemaal zelf. Ja. Dat komt alleen door de brandnetels. En jij vertelde ook... Door de prikjes. Wat heel leuk is, dat ziet er al gelijk heel leuk uit. Als je dan bloemen gebruikt bij het eten. En dat vinden kinderen dus ook inderdaad leuk. Ja. En sommige bloemen, zoals deze, hebben ook smaak. Dat is de bloem van de Oost-Indische kers. Dat is ook mijn meest Nederlandse kaart die ik heb getekend, hè, de oranje kaart. Ja, klinkt eigenlijk als een exot, de Oost-Indische kers. Is een exot. Ja. Oost-Indische kers komt hier van oorsprong niet voor. Maar is wel heel makkelijk te kweken in de moestuin. Ja. Als je hem een keer hebt, dan Als je hem een keer hebt, en ik heb dit van de composthoop afgehaald in de moestuin waar we waren, want hij was echt heel erg woekerend, had zich uitgebreid. Is dus ook weer zo'n wilde woekeraar die ik leuk vind, want die is ook goed voor je weerstand en is een natuurlijk antibioticum. Ja. Kun je dat wildplukken ook georganiseerd plukken? Dus dat je hetzelfde als worteltjes en bietjes doet, dat je dat op voorraad hebt en dat bijvoorbeeld Jan dat in zijn winkel in de verkoop Dat is gek, dat doe je niet. Nee. Dat doen ze in Duitsland wel met daslook. Ja? Ja, want dat is Waarom heel geliefd. Waarom is dat gek? Ja, je wilt planten zo vers mogelijk plukken. En een deel van het wildplukken is natuurlijk, je bent in de natuur bezig. Je gaat gericht dat plukken en daarna bereiden. Ja. Dan is het ook vers. Ja. Als je dat weer in de... Dan zitten er 1 of 2 dagen tussen. Dat wil je eigenlijk niet. Ja. Nee. Je wilt het zo vers mogelijk eten, want dan zitten de meeste dan voedingsstoffen erin. Die hangen gelijk slap. Ja, dat ziet er niet uit ook. Nee, die paardenbloem. Dat verkoopt ook niet. Nee. En dat is ook niet leuk. Je wilt het ook niet verkopen. Je wilt dat mensen het zelf doen. Ja. Dat ze zelf weten waar die planten groeien. En dat ze ook dat wildplukken is natuurlijk ook gezond aan zich. Ja. Ja. Om te doen. En je gaat wandelen. Je gaat wandelen. Je bent gaat buiten. Plukken. Ja. En vervolgens consumeren. Ja. Ja. Je combineert dat, van alles. Dat vind je ook leuk. Hè? Ja. Want dat plukken en in de tuin bezig zijn is natuurlijk deel van het gezonde bezig zijn. Toch? Mijn vrouw zegt wel eens zo: je kijkt helemaal niet naar mij. Je kijkt alleen maar wat er groeit en bloeit langs de kant. Ja.